Schaakvrienden en schaakvriendinnen, welkom. Het is niet uniek, maar het is wel bijzonder als een vereniging 100 jaar bestaat. En 30 maart jongstleden, zo'n dikke week geleden, vierde de schaakvereniging tot ons genoegen, afgekort TOCH. Dat is een dove en slechthorende vereniging. Haar, Ivoren jubileum, 100 jaar. Nou, daar willen we natuurlijk meer van weten. En ook omdat zij aan het eind van het jaar dat jubileum op een bijzondere manier nog eens een keer extra cachet gaan geven. Nou, we gaan praten met de woordvoerder van die vereniging. Dat is Saïd Jamal Alias. En we kunnen het alleen maar doen dankzij de onmisbare hulp van de Nederlandse gebarentolk Vera Jaspers. Oké, Saïd, om te beginnen van harte gefeliciteerd met 100 jaar tot ons genoegen. Een club, een van de oudste clubs in Nederland. Ja, dankjewel. Dankjewel, Hans. Ja, mijn naam is inderdaad Saïd. Ik ben nu al 5 jaar lid bij de schaakvereniging Tot Ons Genoegen. Ja. Toch? En ik ben een van de jongere schakers. Ja. Andere schakers die zijn al wel een stuk ouder. Al nou ja, boven de 50 tot de 70. Ja. Dus hun niveau is ook heel hoog. En dat kan je ook wel zien aan hun ELO. Dat is echt van 1400 tot, nou, zij zit echt al bijna bij 2000. Dus dat is echt heel mooie ontwikkeling om te zien. Oké, prima. Maar 100 jaar, dat wil natuurlijk wel iets zeggen. Dat wil zeggen dat een vereniging ook helemaal door de oorlog is overleefd. En door alle perikelen daarna. Het was eerst begonnen bij de organisatie van het gebouw door liefde samengebracht. Ja. En later het dammen en de schaak wel samen, maar toch het dammen dat hield op te bestaan en de schaken ging maar door. Ja. Tot ongeveer 1940, toen kwam de Tweede Wereldoorlog. Dus dat was wel heel moeilijk. Dus toch was gedwongen om telkens te verhuizen. Ze hebben 12 verschillende locaties aangedaan in Amsterdam. En uiteindelijk, toen de oorlog voorbij was, mocht toch gelukkig terugkomen bij het doofontmoetingscentrum in Amsterdam, bij Sweda. Ja. Ja. En tot nu is dat de vaste schaakavond per week daar. Oké, jullie bestonden op 30 maart precies 100 jaar. Hebben jullie nog een glaasje gedronken met z'n allen? Hoe hebben jullie het gevierd? Ja, klopt. We hadden gehoopt dat we een heel groot feest konden doen en met heel veel mensen. Maar de omstandigheden lukte dat niet om dat uit te voeren. Wel zijn er op verschillende manieren leuke dingen georganiseerd. Als eerste, we hebben contact met dove kinderen in Amsterdam, een dove school. Ja. En dat is Cygnis. En die dove kinderen konden online met ons meekijken, met ons meevieren. En dat was wel een heel bijzonder moment, heel ontroerend moment. Ja. En ook, we hebben twee leden. Dat zijn twee hele bijzondere, dat zijn twee ereleden. Mark Schenk. Die is al 37 jaar voorzitter van TOCH. Hans, die is al 39 jaar secretaris. En die kregen een lintje of zo? Een oorkonde hebben ze gekregen. Ah ja, mooi. Nou gaan... Om hun te bedanken voor die. Natuurlijk, logisch. Ja. Nu gaat de vereniging, afgezien van die recepties en die kleine lintjes, nog iets heel ambitieus doen. Aan het einde van het jaar gaat TOCH het Europees kampioenschap voor doven organiseren. Dat is natuurlijk een ongelofelijke exercitie. Want je praat dan over een kleine 20 landen en een kleine 200 deelnemers. Hoe gaat dat? Hoe staat het ervoor? Ja,
De voorbereidingen die zijn al een paar jaar geleden begonnen. En we hebben allerlei verschillende organisaties, daar zijn we mee samen aan het werken. En subsidies en contact met de gemeente. Maar we willen echt heel graag dit organiseren. Ja, dat 100-jarig jubileum, dat is gewoon bijzonder. Oké. Wat natuurlijk een probleem is, neem ik aan, dat je met de voorwaarden, de reglementen voor de COVID, zit je natuurlijk met monddoekjes. Dat is voor de doven een probleem, omdat je niet ziet hoe je kunt communiceren. Hoe gaat het daarmee? En krijg je dan vrijwaring van doekjes of wat? Ja, klopt. Doven en slechthorenden, bij communicatie komt heel veel kijken, hè, je mimiek en je lip lezen. Dus dat betekent dat je dat op verschillende manieren kan oplossen. Nou ja, als je elkaar ziet, dan kan je op je eigen plek blijven, staan of zittend, wel op afstand. En dan kan je je mondkapje even naar beneden doen, kan je met elkaar communiceren. En daarna zet je je mondkapje op en ga je verder. Ja. Of sommigen die kiezen voor een face shield. Ja, precies. Dat betekent dat je dat gewoon op mag houden. Ja, ja. En dat is ook bij het Dove Ontmoetingscentrum ook geweest. Zij mogen met bepaalde evenementen mogen zij een face shield op. Dat is natuurlijk maar voor natuurlijk de communicatie. Moet je dat van tevoren wel afstemmen met de gemeente in Amsterdam. Ja logisch. Kan Saïd nog iets meer vertellen over activiteiten in het kader van het jubileum? Ja, als eerst, goed dat je het zegt, het EK, dat klopt. Wij, in 2017, zijn we naar Zweden geweest om daar een EK te doen. En in 2019 in Hongarije hebben we ook een EK gedaan. En nu zijn wij dan aan de beurt dit jaar. Ja. Dus dat is wel een hele mooie ervaring voor de nieuwe jongere leden die wij hebben in onze schaakvereniging. Ja. En wij proberen ook heel veel dove jongeren, dove kinderen te bereiken en te betrekken bij onze vereniging door ze een schaakworkshop te geven, door evenementen en festivals te bezoeken. Wij zijn op het Mutrans Festival geweest, dat is op de Pier in Den Haag. Ja. Een hele mooie locatie, 16.000 bezoekers kwamen daar. Ja. En wij proberen ook contact te hebben met dove scholen, dove en slechthorende scholen, om te kijken en jongeren de kans te geven kennis te maken met het schaken. Ja, want de schaaksport, deze fantastische denksport. Ja, want de schaaksport is natuurlijk bij uitstek geschikt eigenlijk voor dove en slechthorende. Want toen ik vroeger schaakte, deed ik mijn duimen in mijn oren, zodat ik niks kon horen. Dus ik maakte mezelf doof. Ik had begrepen dat 1 op de 1000 mensen gehoorproblemen heeft. Dus er is een enorm potentieel in Nederland aan clubleden. Ja, die groep is inderdaad heel groot in Nederland. En mensen denken waarschijnlijk, als alle mensen meteen in gebaren kunnen communiceren, maar dat is helaas niet zo. Nee. Er is een grote groep die niet via gebarentaal communiceert. Met als gevolg dat zij veel in de horende wereld zitten en veel met liplezen doen. En met die mensen hebben wij ook wel contact, maar zij voelen zich niet echt geïdentificeerd bij de dove en slechthorende schakers. Nee. En dat is al één aspect. Ook voor ons dove en slechthorende schakers is het sociale aspect heel belangrijk. Wij vinden het fijn als je van tevoren en tijdens en na het potje schaken dingen kan analyseren en met elkaar kan bespreken. En die opening die jij deed, dat is anders. Of... Ja, ja. En in Londen, die opening... Oh ja, dat is wel interessant. Hoe doe je dat? En wat is de beste manier om te schaken? Dus zo die analyse. Ja, ik denk dat dat de is Londen, wel Londen, als dat kan. Ja, de London opening bedoelt. Ja. Ja. Ja, precies. Ja, 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 ja. Ja, ja oké. Okay. Jij bent geen schaker, hè, Vera?
Nee. Ze is ook een tolk, zegt ze. Dus dat is ook. Ja, dat maakt niet uit. Zeg, oké. Heb je nog een leuke oproep voor mensen om aan te sluiten? Ja. Ja, afgelopen tijd. Ja, als het kan. De dove en slechthorende schakers om bij ons aan te sluiten. Ja, dat mag altijd. Die kunnen proeflessen volgen. Of een paar keer een beetje de sfeer proeven. Ja, dat is alleen maar leuk. Ze zijn altijd welkom. En als tweede, ook leuk om de horende wereld, ook bij jou Hans. En internationale schaakmeester. Je hebt heel veel partijen gedaan. Echt heel mooi. Dus heel indrukwekkend. En leuk ook op YouTube, jouw YouTube-kanaal. Met 300 abonnees. Leuk, ga zo door. Ja, het zijn er nog steeds. En bij doven en slechthorenden zouden u ook graag willen volgen. Mogelijk door middel van een tolk of door middel van ondertiteling tijdens die filmpjes. Dan is het voor ons allemaal toegankelijk. En kunnen wij ook genieten van jouw filmpjes. Nou, het was mij een genoegen. En ik hoop dat het Europees kampioenschap een succes wordt. En fantastisch dat die vereniging 100 jaar, meer dan 100 jaar, al in het leven is. Prachtig. Inschakelles 3, de loper. En wij weten wel dat hij over de diagonale rent en dat hij voor eeuwig aan zijn eigen kleur gebonden is. Maar voor beginners is dat altijd even schrikken. Interessant is natuurlijk dat sneetje in de kop van de loper. Waarom? Dan moeten we de geschiedenis induiken. In Rusland heet de loper slon en dat betekent olifant. Daar komt de oorsprong van de loper vandaan. Dus als de ene Rus vraagt, stowe kavarietje, dan zegt de ander, slon. Maar in Engeland zeggen ze bishop en dat staat voor bisschop. Excuse me, bishop. En dat was de ontwikkeling van de loper in de middeleeuwen, toen het spel van een militaire symboliek meer op maatschappelijke verhoudingen werd gestoeld. Precies zo in Frankrijk, waar ze voor de loper zeggen fou. Dat staat voor nar. Qu'est-ce que tu dis? Le fou. En ook de nar stond symbool voor de loper. Onderschat figuur trouwens, die nar. Was een van de weinigen die de koning kon tegenspreken. Was de voorloper van de stand-up comedian. En in Nederland hadden we het tot ver in de vorige eeuw nog over raadsheer. Als we het over de loper hadden. Ik verstond u niet. Raadsheer. En de raadsheer, de wijze, degene bij wie de koning te rade ging, was vaak een geestelijke. Dus dat sneetje in de kop van de loper is erin gekomen toen de schaakstukken abstract gemaakt werden. En dat sneetje kan dus staan voor slachtanden van de olifant, de inkeping in de muts van de nar, de raadsheer of de geestelijke. Kies zelf maar. Ik denk dat het de mijter was. Het nieuwe thema dat we gaan behandelen is doorbraak. En dit is de meest elementaire vorm daarvan. Belangrijk zijn die koningen. Wit zou natuurlijk met zijn koning kunnen gaan lopen. Maar dan loopt de zwarte koning mee. En dan verandert niks wezenlijks aan de stelling. Het wordt nijpender als we die koningen verplaatsen naar B1 en B3... En nu komt de urgentie van de doorbraak veel meer tot zijn recht. Want de zwarte koning staat heel dicht bij de witte pionnen. Dus als je nu niet iets doet met wit, dan ga je verliezen. Nou, hier komt dan, dus we zetten die koningen even weg. Want die doen eigenlijk helemaal niet ter zake hier. En nu gaat het om de doorbraak. De doorbraak gaat als volgt. Kijk, zou je hier C6 spelen, dan kan zwart natuurlijk B6 doen en je komt er niet door. A6 helpt niet, A-B helpt niet, ook A-B. Dat is geen doorbraak. Hetzelfde geldt natuurlijk voor A6. Je kunt slaan op A6 of je kunt B6 doen. Dat schiet allemaal niet op. Dus de manier om door te breken hier is B6. Zwart heeft twee keuzes, want je staat twee pionnen zijn aangevallen. Je zult moeten slaan. Sla je met de C-pion, dan krijg je A6... Terecht op B7 te slaan en dame te halen. Dus je zult moeten slaan en nu heb je dus een vrij pion gecreëerd. Zouden we na B6 met de
A-pion slaan, dan krijg je natuurlijk C6. En na slaan loop je met de A-pion door. Dus je kunt in deze stelling winnen met een doorbraak. En het is mooi als je dat hele patroon van de doorbraak kent en herkent. Want dan hoef je dat niet uit te rekenen. Het komt redelijk vaak voor in pionnen-eindspelen, zo'n doorbraak. Dit is de meest elementaire vorm. We zullen in de komende weken moeilijkere vorms gaan nemen. Ingewikkeldere versies daarvan. Van de doorbraak. Hallo Margreet. Hallo Hans. Nou, daar zijn we weer. Reuze benieuwd. Wat hebben we deze week? Deze week hebben we kunst op aanzichtkaarten. Schaakkunst. Op aanzichtkaarten, ja. Heel bekend fenomeen. Ja. Ja. Er zijn vele verzamelaars. Ja. Ik heb de jaren heen nou, ik denk ruim 120 van die kaarten gemaakt. Ja. Verschillende dan, hè? Van allemaal verschillende kunstwerken die ooit via mij in de verkoop zijn geweest. Ik ken verzamelaars en die wilden ze allemaal. Als er weer wat nieuws kwam, laat het me weten. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Wil je er wat anders op, dan kan dat natuurlijk ook. En dat is het leuke bij mij altijd. Wil je iets speciaals? Je doet het op bestelling. Je kan zelf je foto aangeven. Jij maakt een mooie schaakkaart. Dat kan inderdaad. Ja, ik had vroeger nog steeds, maar ik zie hem niet zo vaak meer, een vriend. En ongeacht waar die was op de wereld, stuurde hij mij, zodra hij dan ergens in een of andere etalage of een kaartenbak, een kaart zag met schaken, met iets van schaken, dan stuurde hij mij die kaart, ongeacht waar ook, ter wereld. En dat is leuk, hè? Ja, het zijn natuurlijk altijd hoogtepunten van de geschiedenis, van de schaakgeschiedenis, van de schaakcultuur in een bepaalde... Ja, een land of in een... Hè? Dat komt er wel op die kaarten te staan. Ja, er zijn er zo... Ja, ik heb hier bijvoorbeeld ook weer eentje van de Teliak-cursus. Graaf Schakula. Nou, een postkaart van gemaakt. Ik stuur hem nog wel eens naar kinderen. Dat is leuk om te staan. Ja. Maar heb jij nog een paar voorbeelden van wat je gedaan hebt? Hier hebben we er een. Dat is een mooie. Een vogeltje met welke schilder is dit? Is dat weer Tjerk? Ja, dat is Tjerk Zijlstra. Ja, je herkent op een gegeven moment zijn hand een beetje. Hè? Is mooi altijd... is dat, hè? Ja, dat is mooi. Ja, dat is mooi. Dit is ook een hele leuke. Hé, hey, een goudvis. Wat is het? Een vis met een schaakstelling. Van Karin Miedema is dat. Oh ja. Heel creatieve kunstenares ook. En ik neem aan dat het een interessante schaakstelling is. Is het een studie of zo? Dus ik zie het niet goed, hoor. Eerlijk gezegd weet ik dat niet zo goed. Nou ja, dan zou ik hem beter moeten... Moet je hem even bestuderen. Ja. Maar je kan er natuurlijk een mooi probleem op zetten, of wat dan ook, of een mooie studie. Ja, zeker. Een interessante stelling die je ooit een keer gewonnen hebt. Kun je hem geven aan oké. Okay. Nou, heel leuk, Margreet. Schaakkunst in aanzichtkaarten is... Maar let maar op, als je in het buitenland bent, en je gaat naar zo'n grote stand, weet je, met al die kaarten... Dan zit er altijd ergens eentje bij met een schaakstellingtje of een schaakbord of een schaakiets. En dat is natuurlijk leuk om dat te sturen naar schaakvrienden en vriendinnen. Is ook leuk, ja. Oké. Okay. Nou, heel leuk, Margreet. Bedankt. Ik ben benieuwd voor volgende week wat je dan weer hebt. Ja, zullen we zien. Oké. Okay. Tot de groep. Zo, we zijn er bijna. Aan het eind dan, hè. Wat betreft de verloting van het prachtige boek Chess for Educators van Karel van Delft, met een mooie opdracht van de schrijver zelf. U heeft nog één week. Even subscriben, dus word abonnee, is gratis. En geef dan ook aan of u geïnteresseerd bent in dat boek. Dat is natuurlijk ook belangrijk dat we dat weten. En dan gaat Danny daar weer een hele mooie loterij op loslaten. Verder, degene die nog een boek krijgen, het boksboek bijvoorbeeld, stuur even een fotootje als je hem gekregen hebt, dat is altijd leuk. Dat kunnen we ook weer laten zien, want wij geven alle prijzen ook daadwerkelijk weg natuurlijk. En dan tot slot, we hebben nog een verzoek van de Dovenvereniging toch. Dat zijn er, kent u kinderen of jongeren in de buurt die gehoorproblemen hebben? Stuur ze naar Toch, want zij kunnen helpen. En dat is ook altijd leuk. Ze kunnen een stukje verder helpen. Met schaken natuurlijk. Oké, nou,
Dan was hij weer. Tot volgende week.